weer lacht, gaat er ook achter stoelen. Wie er weet, gaat er twee. Ik ben Sofie, ik ben 10 jaar en ik kom uit Friesland. Ik ben Sania en ik kom van Den Haag. Ik ben Lejay, ik ben geboren in Syrië. Ik ben Anna, Joy, Lisa, Vanity, Wadou, ik ben Kira. Ik ben Wieke, ik ben Nanik. We zijn 10 jaar en we komen uit Friesland. Ik vind het belangrijk dat meisjes zichzelf mogen kunnen zijn. Ja, dat ze gewoon goed en gezond kunnen leven. Dat ze niet gedwongen worden om iets te doen. Dat iedereen goede kleren heeft. Kinderen moeten kunnen leven zoals ik hier leef. Ik vind eigenlijk dat er ook gewoon mannen en vrouwen burgemeester en president mogen zijn. Want als alleen mannen de baas zijn, gaan het eigenlijk alleen maar over mannen dingen en wat mannen willen. En dan denk je bij jezelf, heb je eigenlijk wel over nagedacht wat vrouwen willen. En vrouwen denken er ook anders over na dan mannen. Ja, ik vind het niet eerlijk, want meisjes hebben gewoon dezelfde rechten als jongens. Want ja, jongens zien er wel anders uit als meisjes, maar dat maakt niks uit. Ik vind het belangrijk dat alle meisjes van de wereld naar school gaan. Want in heel veel plekken, bijvoorbeeld in Afrika, kunnen ze dat niet. Bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben. Of ze gaan een paar jaar en dan moeten ze weer werken en zo. En dat vind ik niet echt leuk. Ik vind het ook graag dat jongens wel naar school, in sommige landen wel naar school mogen en meisjes niet. Dan denk ik bij mezelf van, ja, je kan toch ook gewoon meisjes naar school laten gaan. Waar is daar nou mis mee? Eigenlijk beseffen moeten de vrouwen en kinderen en meiden beseffen dat ze eigenlijk het wel goed hebben hier in Nederland. Want ze hebben eigenlijk veel meer dan ze denken. Ik denk dat meisjes niet heel vroeg moeten trouwen. Waarom zou je dat doen? Waarom laten ze dat toe? Dus vind ik ook niet leuk voor de meisjes, want ze maken zelf hun keuzes en op zo'n jonge leeftijd dan vind ik het gewoon niet kunnen. Ik heb bijvoorbeeld mijn nicht, zij is getrouwd, zij is nu al 17, zij heeft 2 kinderen en al een man. Dat vind ik wel een beetje raar, vind ik zelf. Ik weet nog eens niet met wie ik ga trouwen en ik heb ook nog geen leuke jongen ontmoet, dus dat komt later allemaal wel. Ik wil ook wel zelf dat ik een gelukkig leven krijg, maar de andere mensen moeten dat ook krijgen. Ik wil later een DJ worden. Mijn nicht is ook DJ en ik vond het heel leuk om dat ook te doen. Dat ik wel gewoon hier woon, tenminste in Jubbega. En dat ik dan gewoon werk heb. Ik wil dokter worden en de wereld rondreizen. Dat iedereen op een gelijke manier wordt behandeld en dat er geen plastic tasjes meer bestaan. Dat er robots voor de klas staan en dat restaurants ook bijna alleen maar robots zijn. Ja, dat er misschien vliegende auto's zijn en dat er meer rijkdom is. Ik hoop dat ik over 15 jaar een leuk huis heb met een lieve man en dan wonen we samen. Nee. Ik weet het nog niet echt. Ik vind dat alle meisjes gewoon hun dromen kunnen waarmaken en zo.